Van Marco. Oh. Domo, ben maar blij, ik had het nog niet aangezet. Probeer? Ja. Hm. Nou, ik heb het niet tof. Ja, morgen komt nog een dag dat je kunt opnemen. Ik heb hem al aangezet. Kunnen we met z'n allen raaien, hè, in die opname? Ik heb hem al aangezet. Ja. Nou, is vader al snel ook wisselen, weg moest dan nog. En dat had hem ook nog meer restrictie kunnen doen, want dat was ook nog een redelijk lange, hè. Twitch, hè? Yeah, Twitch. Voelt mij dat of iemand 4,5 minuten later het overstap naar betaalde versie van Avast. Grondgedoe. Mag. Ik ben niet opletten als ik uit mijn baan zit of richting een vangrailing ga, maar ik ben even met mijn elleboog aan het sturen. En het 1, 2, 3. Nu zo makkelijk. 1, 2, 3, 50. Toch? Ja. Wat? 1, 2, 3, 50? Ah, van, ja, van Marcos en een Twitch. Ja. Oh, die ken ik ondertussen al van buiten. Hier zijn ook al Turken. Ja. Oh man, een heel VTC daar bij een boot, Marco. Hey, oh man, zie dat man. Dat is niet te doen. Ik heb dubbel beeld. Ik heb Teamspeak. Heb ik half open. En dan heb ik Twitch half open. Ja, en Marco, oppassen, want zie, er zijn blijkbaar problemen met de polyzon. Zetten ze er al in. Ja. En ja, het is er juist kei druk. Is die ene hier naar voor ons aan het rijden of aan een aanschuiven zelfs, zie. Tot buiten aanschuiven. Zie, dat is hetgeen wat ik bedoel, dat ik ooit eens wou meemaken, aanschuiven. Nou, en nu hebben we dat. Nou, maak je dat mee. Voor de vier pinkers, voor de mensen achter te waarschuwen. Wel grappig, aanschuiven in ETS. Want eigenlijk zouden wij dat kruispunt hier vrij moeten houden, maar anders kan ze ervoor steken, dus dat kan hij even gewoon mee aansluiten. Zo. Oh, zie je, die is naar buiten aan het draaien en dat gaat vliegen worden. Oh nee, toch niet. Shit. Ik dacht echt dat hij in de lucht ging vliegen, die ene. Report. Ja. Maar er waren wel problemen. Ik zei met juist iemand van hoe collison en die ene zei van nog, dus ik denk wel dat er juist iemand had gevlogen. Want anders zouden die hier ook niet allemaal aanschuiven, hè. Nu staat dat ook in die opname dat wij zijn aan het aanschuiven. Maar dat is ook maar een klein haventje hier, hè. Dus ik denk dat het daardoor is dat hij zo druk is, gewoon omdat hij hier juist een VTC heeft. Normaal gezien is hij rustiger, denk ik. Waar is Dominique? Ah, is de stoomman er niet meer? Oei. Ja, ik zelfs niet door. Ik dacht dat jij, eigenlijk heel dat stoomman waard achter mij. Zijn jij ook onderweg naar een boot, stoomman, of niet? Ja, dat komt. Ah. En het is hier aanschuiven, van een boot. Dat is wel grappig dat ook eens in die opname staat. Oh, maar hij weet nog niet vaak gaat. Maar ik zeg het normaal gezien is dat volgens mij niet hier zo druk. Ik denk dat dat nu echt gewoon puur is omdat je juist een VTC is of zo. Of gewoon een convoy.
achter zit er ook nog een reden, volgens mij. Ja. Ja, inderdaad. Knalde die nou tegen u op, Domo? Ja. Ja, ja. Ik zeg dat in mijn speel. Ik zeg die echt tegen u opvliegen. Maar het is per tang iemand dat weet, want hij hoort bij die andere blauwe vrachtwagens, dus je weet dat hem niet, ja, dat hem hier niet erdoor kan. Echt, als iemand zoals Marco, als je wat dichter komt, zal die ook wel gaan raken, zoals bij de rode lichten altijd, maar die blijft gewoon staan. En zo, die kan toch al? Ja, nu niet, omdat die ene naar buiten komt. Nu gewoon snel met z'n allen in één keer naar binnen. Dat lukt dus juist net voor die trailer. Daar dat in een twee hier ook al dat voor druk staan. Dan wil ik hier volgende keer ook even in een twee rijden. Dat we met z'n allen zijn. Nee, alhoewel, nee, niet in een twee. Want in een twee kunnen die daar met 160 komen aangereden. En dat die dat dan niet doorhebben en die stoppen daar ineens. Dan en dan vliegt iedereen. Ja, jij hoort al die motors hier achteruit van. Ja, want die staan ook allemaal hier nu. Oh, er staat weer een fiets. Ja, inderdaad. Mijn geluk en zo. Zie. Ik kom amper vooruit, zie ik. Ik schakel, ik blijf in één zitten. Dat is niet te doen. Is hier iemand met hoge MS of zo, man? Zie. Hakelen en gewoon in dezelfde versnelling blijven staan. Ja, oh, niet moeilijk. Zie, weet dat? Allee, man, ik ga naar 1-6. Heb je dat ook dat die niet versnelling gaat als je lek hebt? Nee, ik heb geen lek. Ah, oh, die hele tijd bleef je gewoon in versnelling staan. Nu heb ik dat ook niet meer, dat was gewoon daar bij een boot door een van die mannen daar. Maar bij een andere boot had ik dat niet, alleen hier, dus het was iemand dat er al was. Maar uiteindelijk in een 2 wil ik toch niet daar rijden, want dat je dat met 160 komen aangereden en die zien niet dat je daar staat te schuiven achter die bocht omdat die niet op de GPS zijn, want let bijvoorbeeld in die bolletjes niet zien, maar dan kan je nooit op tijd stilstaan. Maar beter in een 1 dan schuiven dan in een 2. Vast, Marco? Nee. Perfect in mijn baan gebleven zelfs. Nergens buiten de lijntjes. Hier zou iemand aan de kant. De meesten die kijken daar nooit naar bij dat rondpunt hier rijden, maar eigenlijk meestal zitten daar over je baan. Maar ik probeer er meestal wel op te letten van in mijn rijbaan te blijven daar. En uiteindelijk, dat lukt wel zo, als je dat wilt. Dan kun je zelfs met die trailer en al in die baan blijven, maar je moet gewoon traag rijden. Zijn we niet er nog? Ja. Oh, dan kan ik snel request naar de onderstand gaan, omdat ik dacht dat jullie niet konden volgen. Want ik ook ga geven. Maar dat is wel aan de kant van een klein GPS in de cabine. Dat je niet kunt zien of de mensen achter u kunnen volgen of niet. Ja, maar ik moet dat meestal vragen of dat ze nog kunnen volgen, omdat ik dat niet op die kleine GPS kan zien.
En ja, mijn tab dat wil ik nou ook niet openzetten, ook al kun je dat doorzichtig maken, maar dan maakt het ook weer minder realistisch dat je dat ook nog eens open moet zetten. Top. Heet, eigenlijk het liefst van alle, zou ik zelfs ook die F2-spiegel willen wegdoen. Maar dat kan ik pas doen, die F2 kan ik pas wegdoen als ik die een andere PC heb en dat ik zo dat dingetje heb, dat ik zei, die een trickier of zoiets. En als je je hoofd draait, dat je je hoofd ook in het spel draait, maar dat is niet echt een brul dat je moet opzetten. Dat is gewoon eigenlijk een ding dat je op je headset moet zetten. Dus jij kunt nog altijd wel gewoon naar je laptopscherm blijven kijken zonder een brul en zo. Dus dat is niet dat aan betend ziet, want ja, dat voelde niet. Dat is wel je precies je headset gewoon dat je voelt. En als ik dan mijn hoofd gewoon draai, kan ik zo in mijn rechte spiegel van de vrachtwagen zelf zien. En dan gaat die F2 ook weg. En dan heb ik niks meer openstaan dat niet realistisch is. Want ja, die F3 heb ik al heel lang niet meer, hoor. En ja, die tab die gebruik ik maar heel soms, zo is heel even. Want die staat praktisch eigenlijk ook bijna nooit open. Kijk eens hoeveel MS ik heb in zet. Kwam dat dan door uw mannelijk er juist? Met kijk hoeveel MS ik heb. Daarna zat ik gewoon op 40. 95. Nee, nu 95 ook inderdaad. Maar jij hebt ook 40, Marco. Nee, 34. Nee, bij mij zat ik op 40. Okay. Hoeveel staat Marco? Oh mijn, nu 225. Ja. Wow. 146, wat is er allemaal aan het doen allemaal met je PC? Helemaal niks. Dan kan dat toch niet zo verspringen. Als je normaal gezien dat je aan het livestreamen bent van die dingen, of gewoon bent aan het rijden, dan verspringt dat wel in kleine dingetjes, maar toch niet ineens van alleen naar 100 en 200 en zoveel. Nee, want ik ben wel even naar die livestream van Marco aan kijken. Ja, maar mijn gsm is toch ook allemaal met internet verbonden, maar een PlayStation 4 en ik zit kijk toch ook maar op 29 ms. Nu ja, nu 34. Ja, maar ik moet even langs de kant. Ja. Dan waren we eigenlijk beter het tankstation aan de kant gegaan. Hè. Ja. Maar daar zijn we al voorbij. Ja. Ik kan heel snel even een sigaret pakken, dus zo meteen. Is goed. Ik ben terug. Marco? Ik denk dat Marco ook even sigaretten zo is gaan pakken of een wc of tof koffie of zo. Ja. Maar die maat van u daar, jij woont ook samen met die maat, die speelt ook online zeker? Ja, maar... Ik denk daarmee ook zo, dat die ook, dat we alle twee gewoon online zijn aan het spelen, dat misschien even te veel voor het internet of zo is? Nee, want hij woont tijdelijk niet meer hier, hè. Ah, oké. Okay.
Ah nee, omdat jij vorige keer had gezegd even, dat je soms ook online speelde en zo, en dat jullie dan met twee daar zaten. Ja, dan kan dat soms wel veel voor je internet staan. Ja, dat hangt van je abonnement natuurlijk even ook. Ja. Nou, uiteindelijk, hetgeen wat ik hier heb van mijn internet, dat is eigenlijk zelfs te veel voor me. Ik kan alles tegelijk openzetten, hè. Bijvoorbeeld online PlayStation spelen. Bijvoorbeeld mijn laptop met YouTube, dan mijn gsm nog op Facebook en noem maar op. Zelfs dan heb ik nergens last van. Maar ik heb ook wel het hoogste, dat is, ik denk dat dat 200 MB is dat ik heb van downloadsnelheid. En mijn upload is 12. Maar ik heb eigenlijk echt perfect internet voor online te gaan spelen en van die dingen zijn te livestreamen, maar ik heb dan weer de slechtste PC van allemaal. En ik heb ook altijd de beste verbinding dan iedereen. Alleen mijn legs zijn wel vaker dan de rest. Maar ja. Dat is niet door mijn internet en die legs dat ik heb, maar mijn legs dat ik eigenlijk heb, dat is echt gewoon vooral door overbelasting voor mijn laptop eigenlijk, dat je dat niet aan kan. Maar zoals ping en zo, alleen met een NMS die is eigenlijk nooit echt heel hoog en dingen. Maar dat mag ook wel voor het geld dat ik betaal. Iedere maand 150 euro. Wat. Voor mij kunnen we. Bent jij ook al klaar, Dom, of niet? Ja, het zou nog wel erg zijn als ik iedere maand 150 euro zou betalen en dat ik dan iedere keer als ik dan online wil spelen dat ik een koude hoge MS en zo heb. Het zou nog wel erg zijn, hoor. Want uiteindelijk, ik ben ook wel zeker nu als ik geen andere PC heb dat ik echt wel perfecte livestreams ga kunnen maken van hoge kwaliteit, ook gewoon met mijn internet en zo, dat zo hoog is. Met jou ook, binnenkort ga ik ook een stuk wat meer spelletjes en zo binnenkopen, Marco. Ja, ik had het gelezen, ja. Die ja, voor op Steam, waar ik wat meer dingen kan kopen, ja. Maar dat is ook wel, als ik dan die andere PC heb, nu eigenlijk kan ik alleen zo maar spelletjes spelen waarvan ik weet dat dat nog redelijk gaat. He, zoals farming, dan weet ik, daar kan ik nog zo met 30, 40 en 60 en zo frames per second spelen. Ja, hier eigenlijk iets te weinig eigenlijk voor ETS. Het zou altijd wel iets meer mogen zijn. Maar het gaat nog wel. Maar zoals ik moet al geen van die allernieuwste spelletjes. Ben niet gedaan. Ik moet al niet zo een van die nieuwste spelletjes gaan kopen die dat juist een week kut zijn bij wijze van spreken, want dan weet ik ook dat ik ze nu niet kan spelen. Dus dan zou het stom zijn dat ik die nu koop. Hè. Nee, maar als ik die een andere PC heb, dan koop ik wat meer spelletjes dat ik deze aan zo beu ben. En ik heb zo'n spelletje dat je met anders van ons ook heeft, dat je eens kunt zeggen van, kom eens aan dat beu, we spelen deze gewoon met z'n allen. Ja, uiteindelijk is het ook altijd leuk als je zo met een paar mensen altijd dezelfde spel hebt, dat je dan zegt, ik ben deze beu, dat je eens een keer de ander met z'n allen kunt spelen, hè, of met een paar man. Zoals farming, daar hebben we ook al nu 3-4 mensen die dat mee kunnen spelen met mij. Maar als ik dan binnenkort geen andere spelletjes kan hebben, dan hebben ze dat ook. Ja. Of als jij ooit andere spelletjes hebt en ik heb die dan ook, dan kunnen we die ook samen spelen, hè, Marco. Ja. Want wat voor genre speelde je eigenlijk vooral van spelletjes, Marco? Wat hè? Wat van genre van spelletjes speelde jij graag? Eurotruck. Ja, simulatiespelletjes dus. Ik heb vroeger IGI gespeeld. En race spelletjes en zo speelde dat graag? Nee. Niet? Dat heb ik niet. Actiespelletjes, zoals iets-spelletjes, zoals Battlefield en zo. Ja, zoals ik zei, ik heb vroeger IGI gespeeld. Dat is I'm Going In. Maar ja, eigenlijk vooral simulatiespelletjes en van die dingen, dat speelde jij wel graag. Dan, ja. Zoals ETS en ATS. Ja.
Maar nee, als we, ik zeg het, als we ooit zo nog eens een paar spelletjes hebben van, allee, als we een paar mannen hebben, dan moeten we niet altijd eerst liggen spelen, hè, ja. En anders na een tijd worden we ook wel beu. Soms zeg je echt al zo 3-4 dagen al een stuk meer dan 5 uur licht draaien. Ja, dan hebben we na een tijd ook geen goedzie meer voor deze nog te spelen. Snap je? Dan is het altijd leuk als je zegt, kom, ik speel vandaag deze spel en ik speel morgen terug ETS. En dan trekt ook weer meer mensen aan, hè, snap je? Want dan stel je voor dat ik nu een ander spel speel. Wie weet leer ik daar iemand kennen dat uiteindelijk ook ETS heeft, maar dat we dat gewoon niet weten, snap je? En dan vinden ze ook weer nieuwe mensen, hè, voor mee te rijden in ETS. En ja, en als er mensen zijn die geen ETS hebben, kunnen die ook gewoon in de Teamspeak komen zitten, hè. Dat is al, allez, hoe meer ziel, hoe meer vreugde, hè, zeggen ze altijd. Oeh, dat was zo'n ding, ja. Die had ik nog juist meegenomen. Die vangreling. Ik zag het. Nou, het was uiteindelijk niet hard dat ik er tegen zat, want het was niet dat echt hard tegenvrong met een trailer, maar hij zat er wel zo juist een keer tegen. Maar ik denk niet dat ik er schade door heb, want er is niks opgekomen, is even zien. Nee, dat is hier 0%. Dus ik heb hem echt gewoon weggeschampt, niet echt geraakt. Gewoon meegeschampt. En het staat nog altijd 0-0. Ik denk dat ik de Farming Simulator wel eens wil, dus ooit wil proberen. Ja. Nou, je kunt je demo ervan downloaden, Marco. Maar ik zeg het, ik weet niet of je met je demo ook online kunt, hè. Maar als je met je demo ook al online kunt, kunnen we wel zoiets een keer zeggen van dat we gewoon zoiets een dag even die, dan, in die multiplayer spelen met die map en zo. Hè. Dat ik zei van met die modderplassen en zo, van dat je erin wegschaft, dat je veel gewicht bij hebt. Of ja, dat je gewoon echt je wielen doordraaien en dat iemand anders je eruit moet trekken en van die dingen. En uiteindelijk, dat is ook een spelletje, weet je, dat heeft veel afwisseling. Nee, als jij zegt, oh, vandaag heb ik iets goesting in bosbouw, ja, dan ga je wat bomen doen. En zeg je, oh nee, vandaag heb ik meer goesting voor wat logistiek werk te doen. Dan breng je gewoon wat van die foodpaletten weg met een vrachtwagen. Zeg je, nee, ik wil meer met dieren bezig zijn. En dan koop je dieren en zo, en dat je die stallen proper moet maken en van die dingen en voor eten moet zorgen. Maar dat is uiteindelijk ook wel een leuk spel, alleen het ding is wel met dat spel, dat als je het alleen speelt, dan wordt het spelletje snel beu. Waarom? Dan zie je het niet vooruit gaan. Snap je? Dan zit je bijvoorbeeld van 's morgens tot 's avonds bezig. Hè? En als je 's avonds klaar bent, dan heb je misschien nog maar 1 of 2 velden gedaan. Snap je? Dus dat geeft geen voldoening dan. Ja. Maar als je dat met 3-4 mensen kunt spelen, of al liefst met 2 mensen, dan gaat dat vooruit, snap je? En dan is dat ook wel leuker. Het is wel, want waar Hofman en ik vorige keer ook over bezig bent, over farming, want hij heeft dat spel ook, maar niet via Steam. De meer dat we dat niet kunnen zien dat hij dat heeft, maar want hij heeft dat via CD. Maar ja, hij zegt dat zelf ook, ja, uiteindelijk is het eigenlijk echt een spel gewoon voor multiplayer, de farming. En dat is eigenlijk ook zo. Ik snap niet waarom dat ze dat singleplayer hebben gegeven. Want dat is eigenlijk geen singleplayer spel, want dat gaat niet vooruit zijn. En ook ja, sommige mappen van mods en zo dat ik gebruik, die zijn ook gewoon echt veel te groot voor. Ik moet tanken of wat? Ja, rij maar. Ja, die zijn soms ook eigenlijk gewoon echt veel te groot voor alleen te doen. Voor mij zou het leuk zijn dat je ook, als je dan die demo hebt en je kunt dan de multiplayer en als je dat dan een leuk spelletje vindt, dan is dat ook leuk dat we daar eens een keer met 4 of 5 man in kunnen spelen. Hè. Je zegt dat je deze bui bent, want daar heb ik ook mods mee. Van dat je de Volvo Globetrotter, precies die van in ETS hier, hè? Die Volvo, die nieuwe. Precies helemaal hetzelfde, die heb ik in farming. Mercedes, helemaal hetzelfde als in dingen, heb ik ook in farming. Maar je kunt dat, als je, alleen weet ik niet hoe dat je in farming doet, mods maken, maar dat zal ook niet zo moeilijk zijn, denk ik. Dat moet ik ook eens een keer zien. Maar je kunt eigenlijk bijvoorbeeld dat je zegt van oh, dat is een schone vrachtwagen mod bijvoorbeeld in ETS, dan kun je eigenlijk die mod converteren als je iets of wat van farming kent naar een mod voor farming. En dan heb je die vrachtwagen van ETS gewoon in Farming Simulator. En ja, je kunt daar met vrachtwagens rijden, met ja, tractors, auto's, motos, noem maar op. Je hebt zelfs vliegtuigen voor in farming met mods.
En boten heb ik ook al een keer gezien. Maar anders moet je een keer volgende keer eens zien van de dag of zo, dat gaat met die demo. En toen ik weet, met een demo gaat singleplayer sowieso, maar het kan zijn dat ze misschien die multiplayer geblokkeerd hebben ofzo voor die demo. En toen demo is nooit volledig spel, hè. Nee. Maar dat zullen we dan wel zien. En als het niet gaat de multiplayer, dan kun je zien of dat het is voor u in de singleplayer gewoon even gezegd. Ja, een paar uurtjes zo speelt. Ja, alleen. Weet wel, het is wel anders dat je het in singleplayer doet dan multiplayer. Omdat het gewoon niet vooruit gaat. Maar dan kun je het principe toch al wel zien, hè, wat dat inhoudt en wat dat de mogelijkheden zijn. Want ja, ik heb ook even een tijd die gameserver daarvoor gehuurd, maar aan een tijd waren er weer te weinig mensen dat er nog in kwamen, dus die is nu verlopen. Ik heb die niet meer verlinkt, die server voor farming. Maar ja, als er ooit terug wat meer mensen zijn voor farming, dan kunnen we eventueel wel terug ooit overwegen om terug die server te pakken. Alleen dan pak ik echt wel niet meer zo'n duren als toen. Dat was bijna 60 euro over een maand. Maar dat was ook beter. Ik ben iemand. Ik moet dat met veel mods spelen. Waarom? Ik vind dat standaard spel. Oké, dat is wel leuk. Maar met al die mods, dat maakt dat juist weer iets realistischer. Snap je? Zo heb je mods die dat ervoor zorgen van als je aan het ploegen bent, dat je wielen ook echt in de grond zakken. Met juist dezelfde mods met die modderplassen. Je hebt mods voor extra dieren, mods voor extra fruittypes. Dus dat zijn uiteindelijk allemaal dingen die jouw spel iets leuker maken. Maar dat zorgt er ook wel voor dat je iedere keer zo leuke dingen tegenkomt tussen die mods en dan ga je zeggen, ah shit, dat moet ik toch eens proberen. En uiteindelijk vinden dat dan leuk en ja, maar met die servers, hoe meer mods dat je gebruikt, hoe meer geheugen dat je moet hebben en hoe meer RAM geheugen en zo. En ermee dat dat 60 euro was, hè, gewoon omdat ik zoveel mods had. Dominique, je hebt mij geramd. Ik kan de hele tijd op die fucking rem drukken, maar ja. Niks. 16%. Onze rem zal harder ingesteld zijn dan ons zeker. 16% aan het trainen. Ja, auto's even doen, maar ik wou anders gaan we hier even aan de kant staan. Hè. Ah ja, doe maar. Nou, ik weet nu niet op wat aan mijn rem sterkte staat eigenlijk, maar ik kan eigenlijk redelijk snel stilstaan als ik 110 ben aan het draaien. Maar hetgeen wat ik meestal doe als ik echt een noodstop moet maken, is gewoon heel mijn versnelling terug naar 1 smijten, even vol een bak overtoeren maken, handrem gewoon op, trailerrem en mijn gewone rem vol een bak dicht. Ik zag dat er een stop liggen, rood stond, dus ik denk... Ja, ik had ook al iets eerder gestopt voor die ene gast, want die moest afslagen, hè, maar als je daar te kort bij komt, dan had je trailer hier nog. Daarmee dat ik ook iets met meer afstand had gelaten. Want hij had groen, hè, toen wij eraan kwamen, met onze lichten waren al op rood. Ja, maar ik kan. Kijk, hè, ik zag opeens zijn remlichten ontsteken. Dus ik trap vol op de rem. Huh? Maar ik weet misschien dat Marco. Dat Marco en mij remmen of harder dan die van u staan afgesteld. Ja, dat kan. Want ja, dat is ook met die schaaf, hè, dat je remmen kunt instellen. Ja. In ieder geval, hij staat bij mij lager dan standaard. Want standaard was hem te hard. Als je standaard laat staan. Dan staat hij in het midden ongeveer, denk ik, hè, die schaafer. Maar als je dan remt, eigenlijk stel je voor dat je dan een convoy bent aan het rijden en ik kom wat kort bij u en ik wou afremmen dan stond ik praktisch helemaal stil. Daarmee dat ik die eigenlijk gewoon iets achter heb gezet. Zodat als ik gewoon rustig wil afremmen, dat ik gewoon een tikje op mijn rem moet geven, maar dat ik niet helemaal stil sta dan. Oh, wij zijn hier ook gewoon wat met 4 pinkers zo traag aan het rijden. Zo. Zelfs ja, zo nee, traag dat alleen onder de 10 met mijn meter staat 0. Ik zie jullie op GPS. Als je de koppeling laat komen. Ja, dan ga je ook terug vooruit. Hoor. Ja. Want jij kunt eigenlijk zo blijven rijden. Hè. Gewoon heel dat met koppeling blijven spelen. Dan kun je zo blijven rijden. Ja, klopt. Maar dan blijf je. Je rijdt eigenlijk niet, maar je bolt meer dan. Als de koppeling compleet loslaat, dan verdwijnt hij de 20 in. Huh?
Oh, en ook bij bergop, veel mensen zetten hun handremmen. Maar ja, die hebben ook veel mensen hebben die koppeling niet. Ja, want Leander heeft koppeling niet, Marco niet. En die doen dat met handrem, maar uiteindelijk, ik gebruik geen handrem. Zeg, ik laat gewoon mijn koppeling rustig opkomen op die berg en ik ben je gas te geven. En eigenlijk op een berg, hè, berg naar boven, hè, kun je met je koppeling stil blijven staan. Gewoon zonder dat je erin blijft duwen, zonder dat je naar achter bolt. Maar je moet gewoon je koppeling op de perfecte dingen inhouden, zonder dat je naar voren gaat. En dan blijf je gewoon staan, zonder naar achter te gaan. Hey man. Oh, ik krijg penspijn, jongen. Oh. Piet Pinkers het zetten. En wat is dat, penspijn? Ja. Buikpijn. Oh. Zo. Wat is maar vuur nou weer? Penspijn weet niet wat dat betekent. Buikpijn. Oh, weet. Oh. Ja, buikpijn wel, maar wat motor? Ik kan mijn motor nou defect zijn. Van Marco waarschijnlijk eruit. Zo, soms ik kun je dat zien wanneer het bijna groen gaat worden, maar ik kan zo juist de andere licht niet zien. Zo, soms kun je dat zien, als de andere op oranje springt, dan weet je dat het bij u bijna groen wordt. Hè? En dan kijk ik daar meestal naar, maar ik kan het juist niet zien. Wie is er zo aan het zuchten? Haha, dom hoor. Ik ben in buikpijn. We moeten op het wc gaan nog. Ik kan soms eruit gewoon. Ga naar het wc of wat? Of is het niet zo'n baakpunt, want dan is gewoon aan de kant van hè, als ik aan het wc moet. Nee, ik krijg altijd steken in mijn maag. En dan is een keer langs de dokter gaan. Dan moet ik. Nee, dat is bij mij bekend. Ik heb stoelgangproblemen. Oh, een zwakke maag dus eigenlijk gewoon. Ja, nee, nee, niet echt. Stoelgangproblemen, je kunt. Ja, je zit. Ja, ik weet wel wat ik met stoelgang bedoelt. Zo. Ja. Ja. Het heeft niet specifiek te maken met slechte maag, maar het heeft meer met. Ja. Met spijsverteringen zo te maken. Ja, dat. Ja. Oh, ik heb dat met mijn maag vooral. Pakken maag. Ik heb daar vroeger ook vaak pilletjes en zo voor moeten pakken. Dat is aan mijn tent. Mijn maag. Plus, als je dan naar de wc wil, dan. Wil je wel? Nou, ik ken het. Maar dan zegt je hoofd van, nee, je kan niet. Ja. Maar uiteindelijk heb ik niet echt problemen met mijn dingen, met mijn, alleen met wc gaan, maar ik heb met mijn maag wel. Gewoon een zwakke maag. Daar heb ik ook al heel lang medicatie voor dingen. Dat is ook iets dat ik heel mijn leven ga blijven hebben. Ik ga nooit meer weggaan. Ja, bij mij gaat dat wel weg en dan komt dat weer, dat gaat weg. Ja, met momenten. Hè. Ik heb dat ook gewoon met momenten, maar uiteindelijk het gaat nooit echt helemaal verdwijnen. Maar dat, zoals de ene moment moet ik bijvoorbeeld naar een dokter en heb ik voor een maand bijvoorbeeld echt hele zware medicatie voor mijn maag. En dan is dat weer zo'n tijdje beter en dan is dat ineens weer zo terug en dan is dat weer even een tijd heel zware medicatie. Dan even weer iets mindere medicatie en dan weer terug zware medicatie en zo. Nee, als ik niet kan, dan ik slik gewoon Movicolon. Dat is een soort laxeermiddel. Dat is het enige wat ik eigenlijk slik dan. Oh, ik heb echt veel gepakt, hè, pillen voor mijn maag. Ik heb ooit zelfs pillen gepakt die dat je kracht als je een maagbreuk en zo hebt. En van die dingen. Dat zijn allemaal keizware pillen en ik heb dat allemaal moeten pakken voor mijn maag. Want dan lag dat allemaal niet. Dus zelfs als met mijn luchtwegen, hè. Ze weet ook niet van waar dat komt. Ja, astma begin, van astma, omdat ik dat vroeger ook heb gehad, astma. Maar ik denk niet dat dat daardoor komt, want je puffer helpt geen kloten. Ja, het helpt tegen dat zweten, tegen mijn zweetuitbarstingen. Maar meer ook niet. Als jij te snel opstaat, heb je dan, voel je dan licht in je hoofd en een beetje duizelig? Ik heb dat soms, maar wat ik ook vooral heb,
Het meeste dat is zweetaanvallen, maar dat is doordat ik dan eigenlijk te weinig zuurstof in mijn bloed heb en te veel CO2. Dus eigenlijk vergiftig ik mijn eigen lichaam dan met CO2, omdat ik te weinig zuurstof via mijn longblaasjes in mijn bloed krijg door geen astma. Ja. En dan heb ik dat wel vaak zo van, als ik echt heel hard begin te zweten, heb ik het koud en warm tegelijk en dan ben ik ook lucht in mijn kop en zo, maar s'morgens eigenlijk valt dat redelijk goed mee. Ik heb wel dat ik een raar gevoel heb s'morgens, dat wel, maar nu niet voor te zeggen draaierig of zo, maar wel dat ik me anders voel. Ja. Maar dat is ook, weet je, astma, roken, drop, al ja, weet je, dat is eigenlijk allemaal niet goed, hoor. Ja. Kijk, hè, ik heb stoelgangproblemen, dus ik kan dan een maand kan ik wel goed. Hmm. Ja, dan kan ik iedere dag. Maar dan heb ik een periode dat ik een week niet kan of een week aan een anderhalf. Maar uiteindelijk is dat ook niet zo gezond, hè, dat je een langere tijd niet in een of twee wc kunt gaan. Want dat blijft allemaal in je lichaam zitten voor een langere tijd. Hè. Ja. Ja, dus dat dan, een tijd krijgt je opstroppingen en zo, gewoon omdat dat er allemaal blijft zitten. Ja. Toch, ja, zo krijg je opstroppingen in je darmen en van die dingen. Zo. Maar mijn darmen zijn dan wel goed om mij dan meteen dia te geven. Maar uiteindelijk, de mensen zijn het ingewikkeld, hè, mensen, lichaam. Zo, je klapt opeens helemaal achteruit. Wie, Marco? Ja. Hoezo? Ja, jij rijdt en opeens ging een drempel ik over. Voor... Huh? Ging een drempel over, was dat. Oh. Die drempel was, ik kreeg een stoek van. Dan ga je omhoog gaan. Soms heb je zelfs een drempel dat je precies terug een beetje naar achter gaat. Dan ga je er heel snel over gaan. Ah, jullie blijven lekker links rijden. Oh. Naar links rijden. Mag eigenlijk niet. Maar je alleen voor voorbij te steken. Als jij weet dat je rechtdoor moet, dan wel. Maar we moeten rechtdoor, dus ik mag links rijden. Dus. Weet maar nooit hier, hè? Dan ga ik ook maar even links rijden, want dat kan ook inband zijn. Nou, hier was speelbans, maar ja, weet je, als hier iemand aankomt en je moet erin, kan die hier ook nog wel opdraaien, hè, als je hier links pakt. Ja. En die volgende is ook twee baans, maar daar moeten we speed naar links. Links erop. Vier. Wat gebeurde daar? En ligt op zijn kant. Ik zag u ineens wegvliegen en jij kantelde helemaal om. Jij sloeg gewoon op uw kant. Maar eerst zag ik u wegvliegen. Deed jij nou echt serieus de hele tijd op de rem? De hele tijd? Nee, waarom? Zo! Ik heb de hele tijd gas gegeven. Dan ligt dat gewoon aan het spel bij jou. Ik heb echt niet op mijn rem geduwd, want ik zeg het, ik heb de hele tijd gewoon gas gegeven. Ik zie opeens jouw lichten ontbranden, zou ik maar zeggen. En dan opeens sta je stil en opeens klap ik hard. Ja, ben ik zeker. Ik heb u zelfs niet kort bijgezien in mijn spiegel ermee. Ik dacht dat er weer iets gewoon bij u was gebeurd, een drempel of een paal. Want ik zag u wegvliegen in mijn F2-spiegel. En ineens draaide jij om op uw zijkant. Maar ik heb weer niks, dus. En daarom moest ik uitwijken. Allee, hoe kan dat toch? Nou, ik zeg het. Ik was gewoon heel dat volle gas naar hier aan het geven. Ja, ik vind deze server echt raar aan het horen. Maar het is overal de twee te horen. Zo laatst hebben we in een 2 gereden en dat ook allemaal last in een 2. Het is in alle servers gewoon tegenwoordig. Kijk, en als je de hele wagen nou ligt. Ze moeten gewoon eigenlijk zien dat ze alle spelletjes van de multiplayer ATS trouwens ook terug wat beter optimaliseren. Want tegenwoordig is dat echt niet meer te doen, dat is echt erg. Want dat is echt niet meer leuk, want zo, dat is echt. Nee, ik zeg het, ik heb echt niet op mijn rem geduwd, zo. Nee, ja, ik zag hem in zijn lamp ontbranden, hè, of. Ja. En weer eens pat. Maar ja, goed, het zou wel aan het server hier in die server liggen. Ja, of aan uw MS, hè, weer. Nee, ik heb. Ja, nu 99.
Of ja, misschien dat jij geen last had van uw NMS, maar dat jij misschien even omhoog sprong en dat ik gewoon last had van uw NMS zonder dat ik het merkte. Want ik zeg het, op mijn beeld heb ik niks gemerkt eigenlijk. Ja, buiten dat ik weer mijn F2-spiegel zag wegvliegen. Maar niks gevoeld, ja. Niks gehoord. Dat kan je daar. Want ik zeg het, in mijn F2-spiegel, in mijn linkse spiegel, zat jij zelfs nog niet in de buurt van mij. Dat kan je in een filmpje straks terugzien. Huh? Ja, dat wil ik echt terugzien, ja, want dat is echt niet meer normaal. Ja, maar, moeten wij bovenop de autostrade wachten daar nog? Ja, ik vraag me af waar jullie zijn. Ja, wacht ik. We zullen boven even aan de kant gaan staan en kunnen we zien. Want ik ben bij Katowice. Nou, ik ben al boven zo. Laat ik even zien waar we zijn. Oh, dat was een harde beeld. Zit je op de in? Nee, wij zijn juist een. Ah, maar jij komt langs hier, denk ik wel. A4. Ja, we zijn een A4 opgedraaid richting Krakau. En dan daar draaien wij de 7 weer op. Oké. Dus ik denk wel dat jij ook langs hier komt. Ja, ja. Kun jij nog achter mij staan, Marco, of moet ik naar voren? Nee, ik sta achter. Oké. Maar eigenlijk kunnen we beter iets verder op die parking daar wachten, hè, bij die tolpoortjes. Ja. Dan we hier op, zo juist bij die oprit op de rechtstrook. Nou, ik vind die server echt graag om worden, want... Maar ik zeg, het is niet alleen deze servers, het zijn echt alle servers. En, ja, wanneer was dat we Hofman, Marco en ik hebben gereden? Ik weet al niet meer wanneer, maar we waren in een 2 aan het rijden. En toen heb ik ook een paar keer op de Hofman geknald en de Hofman op mij. En ook gewoon puur door de lek. En daarvoor hebben we daar ook nooit last van gehad of zo, voordat die updates zijn gekomen. Want het is sinds dat die updates zijn gekomen, hè, van dat je die vlaggetjes kunt en die andere dingen, vanaf dan heb ik last van lek en zo terug in de server. Maar heeft iedereen last van lek, niet alleen ik. Dus ik ben het, is echt gewoon niet, het is echt gewoon niet aan de multiplayer sinds dat ze die een update hebben gedaan. Maar ik weet ook wel, heb jij misschien die vlaggetjes geactiveerd? Nee. Ook niet, want ja, daar krijg je ook problemen door. Hè? Als je die vlaggetjes hebt staan in de multiplayer, daarmee dat dat minstens voor een keer ook zijn in het spel, van als je die hebt, dat je die beter kunt uitzetten. Ah, je hebt geen trailer meer. Ik heb een leeg hier. Hè. Nee, ik moet wel meerijden, leeg meerijden. Hm. Nou, het is nog iets van een 400 en zoveel. Daarom moet dat. Ik ga nog eens snel even een sigaret erop pakken. En dan gewoon een keer vertrekken. Nou ja, mij boeit het niet. Het is gewoon onvoorstelbaar. Jij hebt dat gezien of niet? Ik zag jullie tegen elkaar opkomen, ja. Ja. Of tenminste, ik zag jou in ieder geval vliegen. Maar die kan je wel terugvinden op Twitch. Ja. Bibi. Iedereen klaar voor dat te vertrekken? Nee. Ja. Marco? Ja. Oh, ja.
Wereldpoortjes. Allemaal afremmen moest er een flitspaal staan, maar... Maar ik denk van niet, want ik heb toch nog geen bord gezien. Dus ik denk niet dat er hier een staat. En er zal een oude lichtknopdrukker zijn. Stond ik zus niet ver genoeg. De ene keer stond ik dan te ver naar achteren en de andere keer zit ik dan tegen de vangrail in. Tegen de vangrail, wat denk ik? Tegen een barreel op. Klopt. Maar soms is dat moeilijk in te schatten. Of dat je nou nog op tijd gaat stilstaan of niet, dan denk ik, oh, ik moet iets harder remmen, maar dan staat er nog voor dat vak stil. En nu komt er niemand aan, hè? Dus dat bedoel ik gewoon direct in mijn 9 en dan kan ik hier gewoon direct over schakelen aan mijn 10. Oh, dat was bijna gekanteld. Boeren verloren. Ja, ik kan nu makkelijk naar de 12 of naar de 11 schakelen. Maar je hebt geen trailer bij, joh. Ja. Er zit nu ook al iemand in een team, zo. En nu zit ik iemand in een 12. Meestal, hè, ja, ik heb veel wat in een team doortrekken, dan zit ik al op de 110. Daarmee in mijn 10 en mijn 11 moet ik meestal iets vroeger schakelen dan in die andere versnellingen. Daar zit ik al in mijn 10 op de 110. Ik zit nu op de 30, jij zit op de 30 en Roadrunner, dus Marco zit op 26. Yep. En nu zit ik op 160, 29. Hè? Nee. Maar hoe komt dat toch dat dat zo hard spoelt bij u heel een tijd? Ja, ik zou het niet weten. Nu 223. Uiteindelijk, hè, zoals bij mij, dan verspringt dat ook wel, maar dan verspringt dat zoiets van 29 naar bijvoorbeeld 35. Maar... Uiteindelijk in één keer maar 100 en zoveel, dat vind ik eigenlijk echt wel veel. Ah, 50 zone. En ja, het is nou ook niet van, dat we echt met heel veel mensen zo zijn aan het draaien. En zo, dan kun je dat ook hebben van als je met heel veel mensen bent, dat je NMS heel hoog springt. Trap jij in de bocht de wat? 1 seconde je rem? Nee, waarom? Allee, sommige bochten rem ik, hè, maar zoals deze rem ik niet zo. Ik wou het zeggen, want ik zag net weer jouw lamp ontvlammen. Nee, ik zeg het, sommige bochtjes rem ik, maar sommige niet. Zoals in deze, dan moet ik wel even remmen, maar dat is niet lang. Dan druk ik wel even een seconde in. Ik niet, ik doe altijd gas los. Ja, uiteindelijk, ik kan volle gas daar, maar dan zit mijn trailer over de lijn. Maar ik ben iemand, zelfs al is er geen tegenligger, probeer ik toch altijd wel zoveel mogelijk in mijn eigen baan te blijven. Maar als ik wil, kan ik ook overal volle gas. Ja, maar ja. Maar dan kom ik gewoon een beetje zo erover. Snap je, oké, dat gaat nog. Snap je, dan kan je ook nog passeren. Maar weet je, ik ben gewoon iemand, ik probeer toch wel proper te rijden. Ik ben iemand, ja, maakt niet uit of ik een stukje over de lijn ben of wat dan ook met mijn trailer of met de voorkant van mijn truck. Het maakt me niet uit. Ik gebruik de hele weg. Behalve de linkerkant. Behalve de linkerkant gebruik ik. Als ik er rechts over zit, dat boeit me ook niet. Snap je? Een beetje over de backstrook, maar bij die linkse baan probeer ik, bij de middenlijn probeer ik zoveel mogelijk weg te blijven. Ja. Dat zie je ook in het spiegel, hè?
Ja, ik kijk in mijn spiegel, gewoon waar mijn trailer zit, zie ik dat hij te ver erop zit, ga ik naar rechts, zie ik dat ik meer naar links moet, draai ik verder naar links. Ah, je kunt dat zien aan die rechterspiegel, links voren bij je, of rechts voren. Zie je dat? Of dat ik over die lijn zit, of wat bedoel je dan? Ja, 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 ja. Ja, maar zelfs in de bochten kom ik niet over die lijn in die dingen. Met mijn cabine, in ATS wel, maar in ETS niet zo. Alleen ja. Ja, als ik een hoek van 90 graden moet pakken, dan wel. Maar zoals in deze bocht, kom je praktisch niet over die lijn met je cabine hoor. Ja, of je moet echt al een lange trailer hebben en een hele scherpe bocht. Van, dan moet je er soms wel over met je cabine, snap je? Omdat je anders met je trailer niet binnen die lijn zit. En dan, als er dan een tegenligger komt, ja, dan rok je nu een trailer nog, omdat eigenlijk de achterkant van uw trailer over die lijn ziet. What the fuck, hier wel? Maar uiteindelijk ook, als ik rem nooit langs, hè, want ik, wel, mijn rem is veel exact. Als ik mijn rem te lang indruk, dan sta ik stil. Ik moet mijn rem echt maar een klein tikje geven. Of soms ja, druk ik gewoon even een secondje op mijn trailerrem. Dat remt mij meestal ook hard genoeg af voor in je bocht. Ja. Maar dat is niet van dat ik echt lang mijn rem indruk. Treinsporen, ik weet niet of dat ze open zijn of dicht. Dus allemaal wat afremmen. Op het moment gaan ze. Bij mij zijn ze open, ik weet niet wat dat bij jullie zegt. Hm? Bij mij zijn ze open, de treinsporen. Bij mij ook. Maar ik kwam me wat rustig aangereden, want ik wist niet of dat open of dicht ging zijn. Dat zat juist achter je bocht, dus ik zag het redelijk laat. Zou we nog door het groen zijn of door het oranje? Ja, nog juist door het oranje. Maar ik denk niet dat ik die ene trailer vandaag nog wel meer pakken, zeg Marco. Hey, de Domo heeft hij niet. Welk? Die flappen achter. Oh ja, je moet dat nog aanpassen bij zijn Scania dan. Welke flappen? Die mudflaps, met die, reflecterende stickers zo precies op. Je moet maar zien bij Marco en mij van achter. Van achter bij onze Scania, achter onze wielen. Oké, als ik ga draaien. Oh ja! Ja. Was dat was toch niet opgevallen dat hij dat niet had? Ik wel. Ik heb nog niet op gelet eigenlijk. Die geel rode flappen? Ja. Ja. Daar reflecteren de stickers al erop. En als de lampen erop schijnen, dan reflecteren die normaal gezien licht. Ja, tenzij je instellingen niet goed hebt staan, maar voor de keer dat ik achter de Marco zag regenen donkere, dan reflecteerde hij bij mij. Aha. Maar ik kan die toch. Ik kan die niet. Heb ik die dan? Oh, allez. Je bleef in neutraal in plaats van vaar. Ik wou zeggen, waarom gaat het hier zo langzaam? Ja. Ik was juist aan het opschakelen, maar in plaats van naar zijn dingen te gaan, bleef hij neutraal staan. Ja. Tegen het percentage van 12%. En ja, we hebben ook gewicht bij, jij ook al niet, dus dat gaat ook al iets trager die bergen op. B. Bistrika. Ook al dan moet ik niet remmen in je bocht. Dan is het kantel dom als je hier remt. En meestal heb ik bergaf ik gewoon terug dat ik niet in die bochtjes moet remmen. Want ik rem eigenlijk liever niet in zo'n bocht als ik naar beneden ga. Dan kantelt het echt snel om als je daar remt in zo'n bocht. Ja, ik ga nu al over mijn trailer al de hoek een beetje over en ik ben echt niet snel aan het gaan. Ik zit op de 70 ongeveer en zelfs aan het afzakken.
Dingen voor jou even best wel een vertraging, hè? Valk? Nee, die stream van Marco. Maar dat kan ook zijn internet zijn, hè? Ja. Die vertraging, hij heeft nu ook niet, allee, het al te beste internet, hè? Niet zo geweldig, hè? En ja, dat is uploaden de hele tijd. En ja, zijn upload is eigenlijk heel weinig. Uw download speed, dat valt uiteindelijk nog mee. Dat gaat nog, maar het is aan een upload. En ja, naar Twitch streamen, dat is heel tijd uploaden, hè? Dus ik denk dat het daardoor misschien wel komt dat er een vertraging op zit. Maar het is uiteindelijk niet dat, het is niet dat zijn stream blijft hangen of zo, hè, of dat hem stoel staat, dat niet. Want wij zitten nu in de stad. Huh? De auto's, ja, bij de stad, bij de autobahn. En die stream moet er nog komen. Huh? Maar ik zeg uiteindelijk, het is niet dat hem stoel staat, dus ja, dat is uiteindelijk het belangrijkste, hè, dat hem niet stoel staat of niet blijft hangen of zo. Ja. Dat er een beetje vertraging op zit en allee, kunnen ze nog altijd wel het filmpje achteraf zien. Hè? Ja, dat zullen we binnenkort weten wat dat door uw upload komt. Als ik ook mijn PC heb, ik heb het beste internet van ons allemaal. Dus dan weten we direct dat als ik ook vertraging heb, dat het niet uw internet is, maar dat het gewoon uw instellingen zijn. En als ik geen vertraging dan heb, dan weten we dat die upload is. Hè. Ja, wat vind je van de muziek van Willem? Die waren alle twee al afgezet. Ja, ik ben eigenlijk Truckers FM in dingen aan het plaatsen, in de vrachtwagen gewoon. Hij is nu net de hele tijd Truckers en country muziek aan het doen. Hier op Truckers FM was het ook wel een goede liedje. Hè? Dat was al een redelijk koude liedje, maar ja, en nu Barbie. Voilà. Het was wel lang geleden dat ze dat hier nog hebben gespeeld, maar in het begin hoorde dat echt kei vaak op Truckers FM. En die brengt hem ver van huis. Wie is dat nog alweer? De Truckers wie? Ik weet eigenlijk niet. Hij heeft ook 30 tonnen diesel. Wie was dat? Henk Wijngaard, toch? Ja. Maar ik weet ook die ene trailer dat ik normaal gezien nog wou doen vandaag, dat wil ik ook niet meer vandaag doen. Zo. Die van 169 en zoveel, die doe ik morgen vroeg of zo wel. Ik dacht dat die terug naar Oslo ging. En dat was munitie van Seged naar Oslo, dacht ik. 169.000 en zoveel. Maar die stuurt me ook langs die boot aan terug. Hè. Dus ik kan die morgen doen, maar ik ga speciaal in plaats van die boot terug die brug pakken. Als voor een keer dat ik weer extra dat geld heb. En dan denk ik ook wel dat ik weer bijna op de 200.000 zit. Als ik zo al 196.000 krijg, als ik via een boot ga, dan wil ik dan gewoon omrijden. En ja, dan ben ik ook wel ineens terug in Scandinavië. Hè. Mijn dingen staat ook nog in Scandinavië, hè. Hofman. Ik ben morgen vroeg gewoon even van Seged terug naar Oslo en dan blijf ik daar waar omdraaien. User in your channel timed out. Dat is domo. Hè? Nee. Zie je dat? Nee, was dat muziekbox. Jawel. Ik kreeg net alleen een internetdump. Maar nou, daar heb ik geen trailer bij, dus zelfs wij afremmen ze een keer direct terug bij ons. Want dat trekt sneller op. User entered your channel. Ik zie hem wel achter mij. In de spiegel.
Valerie. Valerie, da-da-di-da. Dat zou wel ook een bedrijf moeten zijn hier rechts waar je kunt lossen, maar dat is dicht. Maar voor wat zetten ze er dan zo'n dinges dat je er toch niet op kunt? En Domo, ben je eigenlijk zeker dat dat mijn remlichten waren iedere keer dat je zag? En dat dat niet gewoon mijn lichten waren die er aanstaan, maar dat je die pas zag als je dichter kwam? Dat dat je lichtzichtbaarheid is dat je hoger moet zetten? Ik heb alles... Want ik weet dat als je lichtzichtbaarheid lager zet, dan zie je iemand zijn achterlichten later. Dus dan moet je eigenlijk al korter bij zitten voordat die achterlichten eigenlijk in je beeld springen. Oh my God. Wat gebeurt er? Kom aan, gast, menes. Ik zat gelukkig naast jou. Ja, ik ook. Wat doet die AVG ineens? Heb je AVG? Ja. Maar normaal gezien heeft AVG zo een iets voor dat je kunt aanzetten. En dat er speciaal voor zorgt als je aan het spelen bent, dus maakt niet uit, gewoon als is dat online of zit je op YouTube, maar gewoon bezig bent, dat je zorgt dat je alles uitstelt, totdat je gewoon niets meer bent aan het doen. Dus ik snap niet waarom dat je nu in één keer open springt en ineens van tap verandert. Ik deed niks, ik stuur, ik geef gas, in één keer up gaat je tap naar AVG omdat daar iets van open springt. Ja, en jij bleef vasthangen. Ah ja, dat deed je ineens al tap uit niks. Waarschijnlijk als ik nu kom, dan vlieg ik vooruit en zit ik waarschijnlijk ergens tegen ofzo. Maar... Zie, dat bedoel... Ah nee, zie, ik heb geluk. Ik kom vooruit en ik begin ineens terug te rijden hier in de multiplayer. Zijn jullie voor mij of achter mij? Ja, we zitten al in de stad. Voor je. Ah, oké. Okay. Maar dat is wel handig, ik moet niet meer terug vertrekken. Ik was nog gewoon aan het rijden toen ik terugkwam. Zonder schade, ik zat nog zo in de baan. Gelukkig. Ja, maar het probleem is, ik heb AVG ook gehad en AVG blokte gewoon... Mijn online spel, mijn single player. Bij mij niet. Dit, met dat heb ik allemaal geen probleem, want deze is ook de eerste keer dat ik dat heb. Ja, nu heb ik ook ineens keiveel lek, sinds dat je een AVG ineens opengesprongen is. Want ja, normaal gezien heb ik dat aanstaan, hè, dat je, als ik aan het gamen ben, ETS of ATS, van dat je zijn eigen gewoon uitstelt, zelfs updates en zo stelt je uit, omdat ik weet als dat openspringt, daar dat ik aan het spelen ben, dat dat te veel is voor mijn processor, de game, Steam en dan nog eens AVG. Ik snap niet dat je dat nu in één keer dingen begon te doen en altijd deed niks. Tryouts, zoals je zei. Oh, ik zal de lichten hier juist bij de repair. En uiteindelijk, ik zeg het, AVG vind ik uiteindelijk wel een goed programma. Heb ik nog voor de rest nooit last mee gehad ofzo. Heeft nooit dingen geblokkeerd, dat hem niet moest blokkeren. Ja, het heeft eigenlijk alleen altijd maar dingen verwijderd, dat hij moest verwijderen en dingen. Zien jullie al? Welk? 1444 kilometer. Nou, dat is een harde klitsje. We hebben er ook wel lang over gedaan. En toen laat zijn we vertrokken. Ik weet niet hoe laat we zijn vertrokken, maar ik denk toch wel dat we al langer dan een uur onderweg zijn. En toen, we hebben een paar keer een autosave moeten doen. Langs die ene repair gereden daar. Bij de Volvo garage nog even gewacht op de Domo. Maar ik zeg het hopelijk dat we dat morgen kunnen oplossen van uw vrachten te synchroniseren. Van dat we dan allemaal gaan rijden, dat ik even snel via de Teamviewer of zo kijk, dat ik kan zien of zo, dat ik wel waar dat niet, maar. Klaar. Niet lukt dan. Kijk naar de flappen. Maar het zou handig zijn als morgen dan dat we gewoon echt met z'n allen dezelfde ritten kunnen doen en niet moeten liggen zoeken. Ik ga die flappen zoeken.
Ah, dat is gewoon multi, alleen in de dingen, in de repairs. Dat je die erop kunt zetten. Level 99. Ik ga op zit op 65,5. Ja, ik ben juist dat level omhoog gegaan. Ik denk, ik kan morgen proberen met die ene rit van 169 en zoveel. Proberen in één keer naar level 100 te gaan. Allee, als dat lukt, ik weet niet of dat gaat lukken natuurlijk. Ja. Dus even kijken naar de... In één keer van dingen naar 100, want ik moet toch wel nog wassen. Voor XP voor terug level omhoog te gaan. Is... Hey, hoeveel heb ik nog nodig? Ik heb eigenlijk nog een hele lijn nodig voor naar level 100 te gaan. Maar ik zal ook even naar de repair gaan. Nee, dat is niet. En komt jij morgen ook rijden, Marco, of niet? Of heb jij plannen? Nee, ik heb geen plannen. Oh, nee, maar er zijn wel redelijk wat mensen die daar gaan rijden. De Wout, ja, komt dan ook al terug. Hofman ging rijden, ja, Domo kwam rijden, jij dan, ik ja. Misschien Leander. Maar dan zijn we eigenlijk ja, bijna met alle leden van ons eigenlijk. Ja, in een Domo die rijdt dan gewoon even zo mee. Eigenlijk ja, de enigste van ons die dat we dan nog zouden moeten mee hebben is een... Is die een Dark Smile? En wacht even, we noemden die een andere nou weer. Maar dat was niet mensen die ja, dat al heel lang niet meer hadden gehoord, maar ik weet niet meer hoe dat hem noemt. Ja, hij heeft een flap. Maar ik kan geen vlaggetjes pakken, hè? Nou, ik heb daar geen problemen mee gehad. Ik heb toen die vlaggetjes gekregen via die World of Trucks. Toen. Ik heb gewoon naar Steam. Dan krijg je die een download. Maar ik moest Steam even herstarten. En nadat ik Steam had herstart, dan kon ik gewoon mijn vlaggetjes erop zetten in de winkel, hoor. Ja. Maar ik heb toch die foto ervan op Facebook, op die Scania, op die kleine Scania R met mijn vlaggetjes. En toen die vlaggetjes die zitten, dan heb je twee bolletjes. Een bolletje links bij je spiegel en een bolletje rechts bij je spiegel. Mm. En toch moet je maar zien op Facebookpagina. Normaal gezien stond dat ergens nog niet van lang geleden een foto dat ik had geplaatst van een Scania R met vlaggetjes op de spiegel. En dan ga ik eens zien wat dat rit eigenlijk was dat ik morgen wil doen. Hè. Ja, hier. Hier die ene, hè. Marco, die rit ik bedoelde dat ik eigenlijk vandaag nog wou doen, maar dat ik naar morgen ga doen. Hè. Van munitie, die is 22 ton van Seged naar Oslo. 169.870 krijg ik daarvoor. En dan ga ik van Oslo ga ik dan proberen terug naar Kotenborg te rijden. En dan heb ik in Kotenborg terug een trailer naar Seged van 135 en zoveel. Ik ga gewoon morgen eens proberen al die ritten in één keer te rijden. Zo te plannen. Dat ik die allemaal kan doen die waar ik meer dan 100.000 en zoveel voor krijg. Dan heb ik op een ene dag heb ik dan zelf al een miljoen voor ons bedrijf verdiend. En ik denk wel dat we al een paar miljoen hebben zo ondertussen bij ETS.
naar die bank. Alleen daarvoor was dat wel overzichtelijker om te zien hoeveel miljoen dat dan was. Want nu heeft hij alleen maar een puntje in het midden gezet.